fruittelers kun je samen op onderzoek gaan om te ontdekken hoe fruit gekweekt en geplukt wordt. Waar komt de aardbei vandaan en welke weg legt hij af? Het Rijksprogramma Jong Leren Eten draagt bij aan het vertrouwd raken met de herkomst en bereiding van voedsel. En kom je erachter waar je met de klas kunt kokkerellen, tuinieren of bij welke kweker je terecht kunt voor een excursie. Op steeds meer scholen is samen fruit eten in de kleine pauze heel gewoon. Nieuwe smaken en verschillende soorten fruit ontdekken door zelf te proeven, te ruiken en te voelen. En wie is er nou een beter voorbeeld dan je eigen klasgenoot? In de supermarkt je eigen keuzes maken omdat je weet waar het vandaan komt en wat erin zit. Zo ontstaat melk niet in een fabriek, groeien wortels niet in een zak en komt rode kool natuurlijk niet uit een pot. Kinderen worden nieuwsgierig naar wat er in eten zit en wat het met het lichaam doet. Leren werken met producten die je nog niet kent als voorbereiding om straks in de horecakeuken te staan of thuis lekker te kunnen koken. Samen eten wat je hebt gemaakt, smaken beter leren herkennen en even stilstaan bij wat je in je mond stopt. School is een goede plek om kinderen bewust te maken van gezond eten, maar scholen kunnen het niet alleen. Samen met lokale partners zetten we de schouders onder voedseleducatie. In de klas, op het schoolplein en daarbuiten. Zo investeren we in een gezonde jeugd en een gezonde toekomst.